You are my media to me. Oké, dat laatste weet ik niet of het echt op slaat. Goedemorgen, Mami hier. Ah, I'm very excited. Moet je horen. Oké, ongeveer 1,5 week geleden kwam ik met het idee. Oké, ik ga mijn boek Prinses Mama voor grote en kleine meisjes die altijd prinses willen blijven. Het sprookje ga ik uitbrengen op mijn verjaardag. 7 juli, want dan word ik 40 en het is de dag van het sprookje. Nou, uitbrengen, dat is een beetje te snel, dus het wordt een crowdfunding. En crowdfunding is te groot, dus het wordt wat persoonlijker. Ik ga mensen de mogelijkheid geven om een pre-order te doen. En ik ga mensen ook de mogelijkheid geven om te doneren en in ruil voor verschillende diensten dan alvast het boek mee te financieren. Waarom? Nou, daarover heb ik een ander filmpje, dat zet ik erbij. Maar jij hebt al interesse getoond in mijn boek. En dat is iets, ik kan je niet vertellen wat dat met mij doet. Ontroert me, het empowert me, het cheerlead mij. En nu heb ik een volgende vraag. Aangezien ik natuurlijk veel te laat ben voor de reguliere media. Dus de Linda, de Happiness, de Flow, de Arnhemse Courier en... de Gelderlander ga ik absoluut nog wel aanschrijven. Maar voor mijn lancering van 7 juli, het is vandaag 3 juli, dat ga ik niet meer redden natuurlijk. Dus, you are my media to me. Het slaat wel ergens op. You are my media. Het persoonlijke past bij mij. Ik ben personal songwriter, ik ben personal stylist. Waarom zou ik dit ook niet persoonlijk en eigenwijs aanpakken? Dus mijn vraag is, will you be my media? Will you share my persbericht? And will we live happily ever after? Het wordt zo'n dag. Ja, het wordt zo'n dag. Ik word helemaal melig en vrolijk wakker. Maar ja, het zou denk ik echt wel wat teweeg kunnen brengen als jij in jouw netwerk mijn persbericht wilt delen. Het filmpje zit erbij, dat legt eigenlijk uit wat het is. Ja, wat moet ik nou zeggen? Dank je wel voor je onaflatende steun. Ik ben erdoor geroerd en we gaan een heleboel vrouwen gaan we even een mooi sprookje gaan we laten horen met Prinses Mama. We gaan ze ook met een bonussectie in het boek en een link gaan we ze ook mogelijkheden geven om uit een nare situatie te komen. Mocht het zijn met huiselijk geweld, seksueel geweld, mensenhandel. Er gebeurt van alles in ons land rondom deze crisis. Is dat alleen maar geïntensiveerd? Is het alleen maar intenser geworden, probeer ik te zeggen. En we hebben nog niet genoeg zicht op de ravage die corona en de maatregelen hebben aangericht in onze samenleving. Maar wat ik wel weet, is dat er hiervoor al een hoop onderwerpen onbespreekbaar waren. En dat die onderwerpen echt onze kinderen en ons als moeders echt treffen. Zeker in een kwetsbare situatie. Dus dat is het serieuze kantje. Maar de weg ernaartoe is gelukkig licht en vrolijk. En met jouw hulp en steun komt het helemaal goed. Dus alvast onwijs bedankt. And will you be my media? Will you share my persbericht on your platformen? En binnen jouw groep, binnen jouw vriendenkring en social media, website. Als je een publicatie hebt, wherever. Hele mooie dag. Ik hou je op de hoogte. En het is nog maar 4 nachtjes slapen. Mwah.